welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik nieuwe make-up testen van Boozy Shop, van hun huismerklijn. Ze hebben hun eigen huismerk make-uplijn. Het is trouwens niet alleen make-up, het is ook skincare. Maar ik ga vandaag maar vooral richten op de make-up. Ik heb de hele collectie van hun ontvangen. Maar het is verder geen samenwerking. Ik word niet betaald om dit te maken of whatever. En zoals altijd geef ik gewoon altijd mijn eerlijke mening. Ondanks of ik iets heb gehad of gewoon heb gekocht. Dus ik ben echt super benieuwd naar deze make-up. Want het is ook allemaal lekker betaalbaar. En jullie weten van mij, ik hou van betaalbare make-up. Dus ik hoop dat het gewoon ook echt goed gaat zijn. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals je kunt zien ben ik al bijna helemaal goed opgemaakt. Want ze hebben niet echt heel veel voor het gezicht ofzo. Maar alles wat ik vandaag ga testen heb ik dus nog niet aangebracht. En ik ga beginnen met de lippen. Zoals je kunt zien heb ik echt nog helemaal niks gedaan met mijn lippen. Ik scrub mijn lippen elke dag. Ik breng elke dag een lip of balmpje op. En als ik dan ben opgemaakt breng ik iets aan van een lipstick of een gloss ofzo. Ik heb voor nu dus nog niet gescrubd en nog niks opgedaan. Want ik heb hier een nieuwe lipscrub. Dit is de Boozy Shop Watermelon Lipscrub. Ik heb best wel droge lippen, dus ik moet elke dag ingaan met een lipscrub. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Het is dus watermeloengeur en er zit jojoba olie en camellia olie in. En heel deze collectie is vegan en cruelty free. Laten we hem openmaken. Ik vind de verpakking heel mooi, zo licht roze mat. En dit is dan hoe de scrub eruit ziet. Echt heel mooi, zo donkerroze. Het ruikt ook echt naar watermeloen, maar ik vind de geur niet echt super. Dit hydrateert, verzacht en verzorgt. En maakt je droge lippen wat minder droog, obvious. En maakt het helemaal zo zacht. Oké, laten we het proberen. Ik pak gewoon zo een beetje van de scrub. Oeh, hij is best wel zacht. Wat ik altijd doe is dat ik een beetje lipscrub aanbreng op een wattenschijf. En het dan hiermee ga inscrubben. Want wanneer ik het met mijn handen doe, met mijn vingers, dan scrubt hij niet zo heel goed ofzo. Ik weet niet hoe dat komt. Dus dit is altijd hoe ik het doe. Oké, deze scrub doet niet echt heel veel. De scrub die ik normaal gebruik is van iHeart Revolution. Deze chocolade scrub. En die is echt super goed. Hij is al bijna op, zoals je kunt zien. Die scrubt echt goed. En je voelt helemaal dat je lippen helemaal zo opgezwollen raken van de scrub. En alle velletjes gaan helemaal los. Hiermee is dat echt helemaal niet. Hij is echt veel te zacht. Er zijn ook helemaal geen velletjes losgegaan ofzo. Nee, ik vind deze scrub niet zo fijn. Dan hebben ze ook een lipmasker. Dit is het Boozy Shop lipmasker. Nou, de verpakking is echt precies als de lipscrub. Laten we deze even openmaken. Ik hoop dat die beter gaat zijn dan de scrub. Dit is hoe het lipmasker eruit ziet. Gewoon zo wittig. Dit is een leave-on lip masker die je 's nachts moet opdoen. En dan gewoon de hele nacht laat intrekken. En dan in de ochtend heb je hele zachte, verzorgde lippen. Ook ideaal voor als je droge lippen hebt. Het ruikt echt helemaal naar niks gewoon. Echt letterlijk gewoon helemaal niks. En er zit vitamine B5 en shea butter in. Dus deze moet ik dus 's nachts gebruiken. Dus vannacht voordat ik ga slapen ga ik hem gebruiken. En dan laat ik jullie weten wat ik ervan vind. Oké, jongens, het is nou avond. Ik ga zo slapen. Dus ik ga dit lipmasker aanbrengen. Ik ben echt super benieuwd hoe goed dit gaat zijn. Ik gebruik sowieso elke nacht een nachtmasker. Die ik nu gebruik is van dit merk. Dit is O'Keefe's of zoiets. Lip Repair Overnight Mask. Ik moet echt altijd een nachtmasker opdoen. Anders worden mijn lippen zo extreem droog. Dat is niet normaal. Dit is hoe dit lipmasker eruit ziet. Laat ik gewoon een klein beetje pakken. Ik heb gewoon een klein beetje gepakt. En dan smeer ik het over mijn hele lippen. Oké, het is echt een extreem dikke substantie. Hij is echt super dik. Dat is niet heel raar voor een lipmasker. Lipmaskers zijn altijd wel een beetje aan de dikke kant. Maar deze is nog een tikkeltje dikker dan dat ik gewend ben. Ik vind het op zich geen issue. Maar ik hoop gewoon dat het goed blijft zitten. Ja, het voelt gewoon goed aan. Ik ben heel benieuwd hoe mijn lippen in de ochtend gaan aanvoelen. The next day. Oké, jongens, het is ochtend. Ik heb het lipmasker de hele nacht opgehaald. En ik vind hem helemaal niks, want mijn lippen zijn letterlijk gewoon droog. Mijn lippen zijn gewoon echt droog. Terwijl nou zouden ze juist heel zacht en verzorgd moeten zijn. Maar je ziet gewoon hoe droog ze zijn. Dus ik vind het masker helemaal niks. Ik heb echt veel vaker nachtlipmaskers getest. En als ik dan in de ochtend opsta, zijn mijn lippen helemaal zacht en verzorgd. En niet meer zo droog. En ja, dit heeft dus echt gewoon helemaal geen nut. Dan ga ik verder met nog iets voor de lippen. Dit is de Boozy Shop Clear Lip Conditioner. Dit is dus een lip conditioner dat je lippen ook weer hydrateert en verzorgt. Ze hebben echt superveel verzorgingsproducten voor de lippen. Dat vind ik heel fijn, want ik heb echt super droge lippen. En het zou me een hele mooie clear glanzende finish moeten geven. Dus ik ben benieuwd. Er zit hier ook weer shea butter in en arganolie. Laten we hem proberen. Oh my god.
super waterig. Ik had verwacht dat het iets dikker ging zijn. Nou, godzijdank is het niet op mijn kin gevallen, want dan was mijn make-up er daar afgegaan. Het voelt heerlijk zacht aan. Het ruikt ook weer helemaal naar niks gewoon. Oké dan, je moet wel echt opletten met aanbrengen, jongens. Ik moet zeggen, ik vind hem wel echt heel fijn aanvoelen. Ik vind de glans ook echt prachtig. Kijk even wat voor een heftige glans dit geeft. I love it. Het lijkt gewoon een beetje op een clear lipgloss. Daarvoor zou ik hem ook echt gebruiken. Alleen het is niet zo plakkerig als een lipgloss, als je begrijpt wat ik bedoel. Het voelt echt aan als een soort van serum voor op je lippen of zo. Ja, heel fijn en heel mooi. Deze ga ik de hele video lang oplaten. Dan ga ik nou verder met een aantal wenkbrauwproducten. Ik heb hier de Boosty Shop Clear Brow Gel. En ik heb de Boosty Shop Clear Brow Styler. Dit zijn dus twee wenkbrauwproducten om je wenkbrauwhaartjes op hun plek te houden. Zoals je kunt zien heb ik mijn wenkjes al gedaan. Maar ik heb nog niks aangebracht van een wenkbrauwgel of zo. Want ik wil ze allebei gaan gebruiken. Ik denk dat ik dit hier gebruik en deze hier. Dan kunnen we ze gewoon allebei zien. Ik ga beginnen met de Clear Brow Styler. Dit is dus gewoon zo'n doorzichtige wenkbrauwgel, zeg maar. Ik heb zo'n product al gebruikt, maar die was heel duur. Die is van ABH en die vond ik heel fijn. Dus ik heb hoge verwachtingen nou. Ik denk dat het handig is als we even inzoomen op mijn gezicht, zodat jullie alles beter kunnen zien. Oké, ik heb hier een wenkbrauwborsteltje die ik altijd gebruik voor mijn wenkies. En dan pak ik gewoon zo een beetje hiervan af. Je kunt gewoon zo letterlijk ingaan in de gel, of wat het ook is. Hij voelt wel heel hard. What the F? Ik had hem iets meer zacht verwacht. Die andere die ik altijd gebruik is echt heel zacht. En dan ga ik zo mijn wenkbrauwhaartjes omhoog kammen. Het lukt niet echt om veel product te pakken. Het is echt heel erg droog. Dit mag echt wel iets minder droog zijn. Oké, ondanks dat ik niet heel veel product voel of zo, zie ik wel echt dat het mijn haartjes omhoog zet. Wow, ik dacht echt, ik zie helemaal geen product, er gaat niks gebeuren, dit, dat. Maar ik zie dat er wel echt daadwerkelijk iets gebeurt. En omdat het zo droog is, doet het niet mijn andere wenkbrauwproducten verschuiven. Want daar heb ik altijd een hekel aan, want ik ben al ingegaan met potlood, poeder. En ik wil gewoon dat het op zijn plek blijft. Het enige wat ik wil is dat de haartjes omhoog gaan. En dat is ook echt wat je doet. Kijk even dit. En het voelt helemaal niet nattig aan of zo. Oké, ik was helemaal klaar om dit te gaan afkraken, maar uiteindelijk is het best wel mooi. Dan ga ik aan de andere kant de brow gel gebruiken. Dit gaat er ook weer voor zorgen dat mijn haartjes zo mooi omhoog gaan. En ook de hele dag zo blijven zitten. En er staat dat het geen wit gewaas of zo achterlaat. Dat vind ik ook altijd echt vreselijk. Dus dit is gewoon een clear brow gel. Laten we deze proberen. Deze lijkt wel een beetje waterig. Oké, hij is een beetje vettig. Dat is heel apart. Oké, dit is dus wat ik bedoel met het verschuiven van mijn andere wenkbrauwproducten. Dat vind ik dus echt helemaal niks. Dit is veel te vettig en waterig. Alles is helemaal aan het verschuiven. Kijk even het verschil van de twee wenkbrauwen. Dit is nou helemaal zo vettig en glanzend. Terwijl hier is het gewoon zo helemaal mooi omhoog gekamd en helemaal zo mat en droog. Hier heb ik dus echt een hekel aan. Maar wat ik dan doe om het op te ruimen is dat ik met een watte staafje zo over de rand ga. En het dan zo'n beetje opruimen. Maar ja, nou is het niet meer zo mooi. Oké, de wenkbrauwgel vind ik echt helemaal niks. Ik had het niet verwacht. Ik had verwacht dat ik de gel beter ging vinden. Maar ik vind echt dit product echt veel beter. Kijk hoe mooi dit is en hoe lelijk de andere wenkbrauw is. Ik ga even het een beetje eraf proberen te deppen ofzo. En dan ga ik even mijn wenkbrauw opnieuw doen. En dan ga ik gewoon dit product weer gebruiken. Ja, dit ziet er echt al een stuk beter uit. Mijn wenkbrauw is nou niet echt meer optimaal door die wenkbrauwgel. Maar het is allemaal nog wel oké. Heel mooi. Dit is echt een fijn product. I love it. Jongens, ik vind dat mijn wenkjes er echt prachtig uitzien. I love it. Kijk hoe het eruit ziet. Het lijkt een beetje op gelamineerde wenkbrauwen. Super duper mooi. Nou ga ik in met iets wat ik nog nooit heb gebruikt. Een totaal nieuw product voor mij. Dit is de Boosty Shop Fake Freckle pen. En dit is dus een pen om neppe sproetjes aan te brengen. Ik heb zo'n soort pen al gezien bij een heleboel andere make-up merken. Al een hele lange tijd wilde ik het ook proberen. Heel tijd niet gedaan. Maar nu ik deze binnen heb gekregen, ik kan niet wachten om hem te gebruiken. Het is echt de kleinste verpakking ever. Kijk even hoe klein dit is. Het is gewoon letterlijk even groot als mijn halve vinger of zo. Dit is echt de kleinste verpakking ever. Wat is dit? Kijk even vergeleken met mijn duim. Het is gewoon nog kleiner dan mijn duim. Dit is echt super duper klein. Oké, laat ik even online kijken hoe ik dit moet gebruiken voordat ik het helemaal ga verpesten. Ik vind sproeten altijd echt prachtig. Had ik ze maar. Ik weet ook dat een heleboel vrouwen met sproeten zich vooral vroeger in de kindertijd heel erg schaamden voor de sproeten en allemaal bedekten met make-up en zo. Terwijl nou is het echt gewoon helemaal hip en in om sproeten te hebben. Ik persoonlijk heb sproeten altijd prachtig gevonden. I love it. Ik vind rood haar ook heel mooi. En de meeste mensen met rood haar hebben ook sproeten. Oké, je moet het gewoon letterlijk zo aanbrengen en dan gewoon een beetje zo uitdeppen met je vinger. Afhankelijk van hoeveel sproeten jij wilt, is het
gewoon op bouwbaken. Ik hoop echt dat ik nu niet mijn gezicht ga verpesten. Ik vind het echt heel eng om te doen. Dit is dan hoe het kwastje eruit ziet. Oké, laat ik het gewoon maar doen. Ik heb dit dus echt gewoon nog nooit gedaan. Oké, ik heb er gewoon een paar aangebracht en dan een beetje zo uitblenden met mijn vinger. Anders is het misschien een beetje too much. Wat ik wel net heb geleerd is als je echt gaat voor een soft effect, dat je ze echt gelijk moet uitblenden met je vinger. Want als je het even laat zitten, dan worden ze best wel heftig en donker. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik ga er gewoon iets meer aanbrengen. Oké, als je een beetje van ver kijkt, dan is het oprecht alsof ik sproetjes heb. Maar als je echt van up close kijkt, dan zie je wel dat het een beetje iets raars is gewoon. Ik vind het wel cute. Ik weet niet, ik moet er gewoon echt even aan wennen of zo. Oké, ik ga het gewoon even zo laten en even proberen eraan te wennen. Dan ga ik verder met de laatste twee lipproducten weer. Ik heb hier de Boozy Shop XXL Lip Plumping Gloss. Dit is een transparante lip plumping lipgloss. En dit is het enige product die ik al heb getest, want ik had die al een keertje gekocht. En ik vind hem niet zo fijn. Ik zal even deze lipbalm ding eraf halen eerst. Ik zal hem wel aanbrengen voor jullie, maar ik weet al, ik vind hem niet zo fijn. Want hij is helemaal niet plumping of zo. Ik zie helemaal geen verschil. Ik vind ook de applicator niet fijn, want hij is zo super klein en hij pakt niet heel veel product op. Dus ik moet echt 100 keren terug in en zo. Oh, vreselijk. En het heeft ook een soort van geur slash smaak of zo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. En het gaat zo helemaal in mijn mond. En nou proef ik het gewoon zo helemaal in mijn mond. Ik vind het echt vreselijk. Zoals je kunt zien is hij ook niet echt heel erg plumping of zo. Ik ga het er gewoon gelijk afhalen. Oh mijn god, die walm die helemaal zo in mijn mond ging. Nou, nu te doen. Ik hoop dat de andere beter gaat zijn. Dit is de Boozy Shop Clear Lip Gloss. En dit is dus gewoon een normale transparante lipgloss. Zoals je denk ik al wel gewend bent. Oké. Ik zie ook dat er 3 reviews zijn van klanten. Alle 3 vinden ze hem fijn. 1 persoon vindt hem een beetje te dik aanvoelen. Maar voor de rest vindt iedereen hem gewoon wel fijn. Laten we het proberen. Ik vind het altijd gewoon heel belangrijk dat het lekker glanst. Oh, deze heeft een grote applicator. Kijk even het verschil met die plumping gloss. Echt een super groot verschil. Die van de gewone gloss is echt een stuk groter. Dat vind ik wel fijn. Ja, deze gloss is echt super. Brengt super fijn aan. Je hoeft ook niet heel de 100 keer terug erin te gaan. Omdat hij best wel groot is. Hij smeert lekker smooth uit. En heeft een hele mooie glans. Ik persoonlijk vind hem niet te dik. Maar ik begrijp wel wat zij bedoelt. Hij voelt wel een beetje dikker aan. Maar ik vind dat gewoon prima. Ik vind dat juist wel fijn. Want dan voelt het alsof mijn lippen echt zijn verzorgd. Nou jongens, dat was dan ook het laatste product. Nou jongens, dit was echt een leuke video om te maken. Ik heb me echt vermaakt. Ik vind de producten ook heel leuk. Ik ben ook al nou een beetje gewend aan de sproeten. Dus ik denk dat dit wel iets is wat ik vaker zou gebruiken. Ik vind het echt heel cute. Dus ik denk dat als ik een cute lookje maak, dit wel echt iets is wat ik zou gebruiken. In principe zijn er slechts 3 producten die ik echt niet aanraad. En dat is de lip scrub, omdat hij gewoon letterlijk niet scrubt. Deze XXL lip gloss, ik vind hem helemaal niet fijn. Die walm die in mijn mond gaat, hij is ook helemaal niet plumping. En ik vind hem niet fijn aanbrengen. En deze clear brow gel, omdat hij gewoon alles helemaal zo verplaatst. En mijn wenkies helemaal zo glanzend en vettig maakt. En dat vind ik helemaal niks. Wat mij vandaag het meest heeft verrast is deze brow styler. I love it. Deze ga ik echt, echt vaker gebruiken. Zoals ik al zei, heb ik nog een andere. Die is best wel duur. Maar ik vind hem letterlijk even goed. En misschien zelfs beter. Want deze is iets meer droog en mat. En dat vind ik altijd persoonlijk fijner. En de haartjes staan echt nog steeds omhoog. Dus ja, dat is wat ik van alle producten vind. Let me know beneden in de reacties wat jij van hun collectie vindt. En of jij de make-up ook al hebt getest. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!